Dat inmiddels gaat 2 maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 19 september 2021. Dit is het bulletin van zondag. Daily Minutes, 19 september 2021. Dit is het bulletin van zondag. Ja, ik heb niet veel tijd, maar ik wil toch een Daily Minutes maken. En ik wil echt overgaan naar gescripte uitzendingen. De volgende 3 onderwerpen die ik vandaag breng, die heb ik al eerder gebracht. Tenminste, ik weet niet of ik ze allemaal eerder gebracht heb. Maar... Goedemiddag, dit is 221 EVP. Oh jee. Ik weet niet of het te horen is, maar ik had dus die straat vergeten uit te zetten. Nou ja, ik doe het ook heel ad hoc. Ik heb echt weinig tijd, ik ben heel druk, maar ik wil eigenlijk echt gewoon een Daily Minutes maken vandaag. Dus, om het verhaal af te maken, want ik was even afgeleid. Ik heb dus 3 verhalen waarvan ik er 2 denk ik eerder al gebracht heb, het andere niet. Dat zijn wel verhalen die ik zelf geschreven heb. En het is een beetje als try-out. Ik denk dat ik meer Engels ga doen. Dat ga ik zeker doen. Het merendeel van de podcast is denk ik in de toekomst in het Engels. Maar voor nu in het Nederlands. De volgende is van 2013. Ik heb deze meerdere keren in de wekelijkse uitzending gebracht op PI3 UTR. En ook enkele keren op PI2 NOS. En dat was voor een deel omdat Rob PID4 ROB een ontzettend fan van dit verhaal bleek. En ik deed hem graag het plezier. Het was aan hem te horen dat hij het leuk vond als ik het verhaal verteld had. En het is mij ook kort, maar het is dus op zich ook wel grappig. Bosco, de hond die burgemeester werd. Ik zag afgelopen week in het programma Monumental Mysteries op Travel Channel een item waarvan ik het niet kan laten om hier even over te schrijven. In het plaatsje Sunol in Californië in de Verenigde Staten, dat nooit een burgemeester had gehad, ontstond in 1981 onder de bevolking het idee dat het van belang zou kunnen zijn om toch zo'n vertegenwoordiger van de bevolking te hebben. Tijdens de aanloop naar de verkiezingen ontstond vervolgens in een kroeg bij het gesprek tussen 2 mannen het idee om de hond van een van hen beiden verkiesbaar te stellen. Bosco, een jaar oude Labrador Retriever en Rottweiler mix, was een bekende verschijning in het plaatsje. Zodanig dat medepoliticus er jaloers op zou zijn. Het vrolijke menslievende dier liep vaak zonder eigenaar door het dorpje en eigenlijk bijna iedereen had het beest wel eens geaaid. En zo werd Bosco niet alleen de eerste eenjarige ter wereld die burgemeester werd, maar ook de eerste op 4 voeten. Hij versloeg met glans de 2 menselijke kandidaten op de lijst. Het dier kweet zich vol overgave van zijn taak. Het liefst door mensen omringd woonde het dier, zoals het ook een menselijke burgemeester betaamt, graag alle officiële gelegenheden bij. De bewoners van Sunol vonden het fantastisch en de landelijke media ook. Zeker nadat een Britse krant verslag van de verkiezingen had gedaan, was het dier enige tijd niet uit de media weg te slaan. En zo kwam het dat Bosco 9 jaar later een rol ging spelen in de wereldpolitiek. In 1990 vonden namelijk de protesten plaats op het Tiananmen Square in Peking. Chinezen eisten daar meer democratie. In een poging om de belachelijkheid van de democratie en het verkiezingsproces in de VS aan de kaak te stellen, pikte het regime in China de berichten over Bosco op om zo te laten zien dat zelfs de Amerikanen niet met die zware verantwoordelijkheid van de democratie om konden gaan. Dat plan had een averechts effect. Bosco kwam in de wereldpers vervolgens juist naar voren als een toonbeeld van die democratie. Bosco leidde toen de storm daarover weer ging liggen opnieuw het redelijk anonieme bestaan van de burgemeester van een plaatsje van zo'n 900 inwoners. Hij bleef dat tot aan zijn dood in 1994 en daarna is hij altijd de enige burgemeester van Sunol gebleven, omdat het plaatsje vond dat niemand in zijn pootafdrukken zou kunnen staan. Sinds 2008 staat er in Sunol een standbeeld van de bijzondere burgemeester. Mijn stoel kraakt.
De volgende is van 3 november 2012. Ook een column geschreven door mijzelf. Ik hoorde donderdagochtend op de radio dat deze week 27 jaar geleden op 43-jarige leeftijd... Ik hoorde donderdagochtend op de radio dat deze week 27 jaar geleden op 43-jarige leeftijd... die zin klopt gewoon niet. Nou. Enfin, donderdag voor 3 november 2012 hoorde ik dus op de radio dat in die week 27 jaar geleden de toen 43-jarige leeftijd oude... dat gaat echt niet goed. Hoe gaan we dat nou aanpakken zonder dat ik opnieuw uit de bocht vlieg? Nou, dat is toch wel heel erg. Maar die zin die klopt echt helemaal niet. Goed, dus in de week voorafgaand aan 3 november 2012 hoor ik op de radio dat 27 jaar daarvoor op 43-jarige leeftijd meester Kraken Agen Meijnes overleed. Meijnes was een crimineel zoals we die tegenwoordig niet meer kennen. Meijnes was razend populair, niet in de laatste plaats door de principes die hij er bij zijn daden op nahield. Hij was volstrekt geweldloos, liep zachtjes weg als er een nachtwaker was die hem dreigde te betrappen en hij ruimde na zijn kluiskraken zelfs netjes de gemaakte troep op. De principes van Meijnes betekenden ook dat hij uitsluitend van instituties als banken stal. Hij wilde mensen geen emotionele schade berokkenen en ontzag bij zijn kluiskraken daarom ook de particuliere spaarkluisjes die zich in de door hem gekraakte grote kluizen bevonden. Zijn faam werd alleen maar groter door het feit dat hij als bekend crimineel een relatie met een politieagent bleek te hebben. Dit alles was begin jaren 70 in de tijd van zijn faam luidkeels op de voorpagina van de Telegraaf te lezen. Ook kreeg hij grote bekendheid doordat hij zich door Willem Duis in diens vuist liet interviewen. Meijnes werd in de media gewoonlijk AGM genoemd, aangeduid met zijn bijnaam Meesterkraker. Hij had zijn opleiding gekregen als lasser in de scheepsbouw. Met die kennis modificeerde hij een bestaand lasapparaat, een zogenaamde thermische lans. Zo'n thermische lans is een holle metalen staaf, in het geval van M gevuld met staven magnesium, waardoorheen zuurstof wordt geperst. Het uiteinde wordt ontstoken met een acetyleenvlam en krijgt vervolgens daardoor een temperatuur van bijna 3500 graden, wat zelfs voldoende is om door beton heen te kunnen smelten. Meijnes kleedde zich modieus in bandplooibroeken en flamboyante overhemden. Ook zijn levensstijl was flamboyant en daar had hij dan ook veel geld voor nodig. Hij was daarnaast in zijn Haagse accent goed gebekt, wat ook meehielp bij zijn populariteit. Meijnes was afkomstig overigens uit een prominente familie. Zijn overgrootvader was bijvoorbeeld ooit burgemeester van Rotterdam en later van Amsterdam. En zijn oud-oom was een prominent hoogleraar in de geofysica. De volgende... Nou zeg, dit gaat wel echt lekker mis. Dit is een timer dat ik even iets niet moet vergeten. Maar ik haal adem en dan gaat die daar open. En ik haal weer adem en aan het begin van een tekst. Zo van, die gaan we dus eventjes, daar ga ik eens even goed mijn best op doen. Nou, dit is amusant. Dit is alleen maar leuk. De volgende is dus van 15 april 2012. De tijd dat ik nog de website gohansbrinker.com heel actief bijhield. In 2013 of 2012 denk ik. Nee, 2012 overleed mijn kat Frederik. Dat haakte er nogal in, moet ik zeggen. Dat is altijd wel mijn huisdieren, maar dit kwam echt wel hard aan. Ik had ook nog niet zo lang daarvoor, 5 jaar daarvoor, een andere kat overleden die heel jong overleden was. Dit was echt wel pijnlijk. Ik weet niet of het stoppen met die columns, want ik deed toen ook al aan de zendhobby, of het stoppen van de columns daarmee te maken had. Maar op een gegeven moment was mijn inspiratie gewoon weg. En ik heb altijd nog wel het plan om dit eens een keer opnieuw op te pakken. Ik heb vanaf juni 2001 volgens mij min of meer daarmee begonnen ben met en foto's plaatsen en van deze columns. Ergens rond die tijd moet dat geweest zijn. Dat was ook de tijd dat ik voor het eerst geen telefoonmodem meer had. Dus ga er maar aanstaan hoe lang dat geleden is. En ik heb toen tot aan 2012 telkens met... het was telkens dat ik dan enige tijd dagelijks aan die column schreef. Maar vanaf het eerste begin heb ik er denk ik 1600 geschreven. Waarvan ik er ongeveer 900 gepubliceerd heb. Dus althans op mijn website. En er zijn er dan een aantal. Ik denk dat ongeveer een vijfde van die columns dan verwerkt zijn weer tot columns die op papier verschenen zijn. Ik heb zelfs van deze columns nog wel meerdere ook in RAM gebruikt. Die ik over technische onderwerpen deed. En
ja, die waren geschikt om te schrijven naar een artikel voor RAM. Dat doe ik wel vaak hoor, dat ik dat soort dingen als inspiratie gebruik. Als je van mij wel eens van die lange mails hebt gehad, dan schrijf ik daar ook wel eens bij dat er een kans is dat dezelfde tekst nog een keer herkend wordt op papier. Maar dat het toch wel degelijk zo is dat ik die mail voor die persoon geschreven heb. Hè? Maar dan heb ik gewoon later die tekst bewerkt en opnieuw gebruikt. En dat gebeurt in columns en in, ja, soms ook in artikelen die dingen beschrijven. Dat doe ik wel weer fact-checking en dat soort dingen. Dus dan doe ik meer onderzoek. Maar ja, het is wel een mooi begin, want dan heb je al wat. Zeker als je in tijdnood zit en snel iets moet hebben. En dat worden dan toch wel goede artikelen die heel goed gewaardeerd worden. En die columns zijn op zich ook goed. Goed, de volgende was dus van 15 april 2012. Veel mensen zijn door alle verhalen rond de ramp met het schip in de veronderstelling dat de Titanic één op zichzelf staand schip was. Dat is echter niet het geval. Er zijn 3 van deze schepen gebouwd in de periode van tussen de 1908 en 1914. Alle 3 zijn gebouwd in Belfast in Noord-Ierland. Het eerste van deze schepen was de Olympic. En de tweede die was de Titanic. Olympic en Titanic werden vrijwel gelijktijdig gebouwd. En daarna is nog de Britannic gebouwd. Alle 3 schepen waren van tevoren gepland en besteld en er zijn dus inderdaad volgens plan 3 gebouwd. Ze waren grotendeels identiek. In elk geval was er aan de buitenkant geen enkel verschil exact even groot. Alleen binnen waren er bij de latere exemplaren verbeteringen, waarschijnlijk op basis van de bouw en dingen die tijdens het gebruik bij het eerste schip opkwamen. Op basis van dingen van de bouw en de dingen die tijdens het gebruik van het eerste schip opkwamen. Nou, ik zeg het allemaal goed. De Britannic kende ook een aantal aanpassingen die naar aanleiding van de ramp met de Titanic zijn aangebracht. Verder werden de 2 later gebouwde schepen, Titanic en Britannic, door een op het voorschip aangebracht roestvrij stalen versterking van de eerste klas verdrijven. Dit gaat goed. Verder waren de 2 later gebouwde schepen, de Titanic en de Britannic, door een op het voorschip aangebrachte roestvrij stalen versterking van de eerste klas verblijven een fractie zwaarder, waardoor ze ook iets meer bruto registerton geregistreerd werden. Titanic was op het moment dat ze in gebruik werden genomen, dus zij het met een fractie, wel degelijk het grootste schip ter wereld. Met 2 van de 3 schepen liep het slecht af. Het verhaal van de Titanic kent bijna iedereen. Het 3e schip, de Britannic, werd in de Eerste Wereldoorlog door de Engelse regering gevorderd, waarvoor overigens wel werd betaald, en werd als hospitaalschip gebruikt. Het schip was zodanig kort voor de Eerste Wereldoorlog klaar dat het nooit een commerciële vaart gemaakt heeft. Bij de 6e vaart als hospitaalschip, wit geschilderd met een rood kruis, liep de Britannic bij Griekenland op een mijn en zonk. Het oudste schip daarentegen, de Olympic, werd ook gevorderd en voor troepentransport gebruikt, maar haalde gewoon zijn pensioenleeftijd. Het schip werd in 1935, samen met een soortgelijk schip van de grootste concurrent, de Mauritania van de Cunard Line, in Southampton gesloopt. Ja, ik heb bij het verhaal een foto staan. Een van de weinige foto's van 6 maart 1912 is die. Een van de weinige foto's waar de 2 schepen op te zien zijn zo dicht bij elkaar. Dat heeft misschien ook aan de mythe bijgedragen dat er dus maar eentje was. Toen de Titanic bijna klaar was, verloor de Olympic op de oceaan een van haar schroeven trouwens. Om het schip niet te lang uit de vaart te nemen, moest de Titanic tot frustratie van de bouwer uit haar droogdok in Belfast, waar ze op dat moment werd afgebouwd, worden gevaren om zo plaats te maken voor de reparaties aan de Olympic. De White Star Line, die was opgericht in 1870, dat de Titanic en haar zusterschepen liet maken, ging in 1934 op in de concurrent Cunard Line, die tot op de dag van vandaag haar service aanprijst met op White Star niveau. Met de komst van de snelle passagiersschepen in de jaren 60 werden de oceaanleiders met de komst van de snelle passagiersvluchten, dus de vliegtuigen in de jaren 60, werden de oceaanleiders vervolgens overbodig. Dat zit zodanig dat er is nu nog 1 oceaanleider, de Queen Elizabeth, nou daar staat een nummer achter. Al die cruiseschepen die er zijn, zijn eigenlijk, er wordt wel vaak gezegd, het zijn heel veilige schepen, maar het zijn schepen die met bijvoorbeeld een hurricane en ook met zware storm een haven moeten opzoeken. Dus die zijn niet geschikt om onder heel zware omstandigheden te varen. Deze schepen, die waren dat wel. Die waren veel zwaarder uitgevoerd dan de moderne cruiseschepen. En de Queen Elizabeth is het enige schip wat nog op die manier is uitgevoerd. En dat is dus ook het enige schip dat eigenlijk onder alle omstandigheden de oceaan over kan. Ik weet niet of dat misschien toch nog niet later in dit verhaal voorkomt. Maar goed, ik ga dus verder. Ja, niet kort.
Ik vertel het en ik ben precies... Ik heb nog gekeken, maar ik zag het in de tekst er niet zo snel uit. Maar dit is precies wat ik net vertelde. Hoewel ze aan de buitenkant eruit zien als een cruiseschip, zijn dit een totaal ander, type schepen dan de tegenwoordig veel bekendere cruiseschepen. Cruiseschepen kunnen bij slecht weer een haven opzoeken, zeker met de huidige middelen om dit soort weer te voorspellen. Schepen als de Titanic werden erop gebouwd dat ze ook bij de allerzwaarste omstandigheden nog konden blijven varen. Ze waren om die reden heel veel zwaarder uitgevoerd dan de cruiseschepen. Er was nog een ander verschil. Oceaanlijners werden gemaakt om zoveel mogelijk passagiers mee te kunnen nemen in verschillende klassen. Bij cruiseschepen is er bijvoorbeeld gewoonlijk een eis dat iedere kamer een raam heeft. Dat was bij de oceaanlijners niet. Om die reden konden veel van dit soort schepen, toen het tij wat dat betreft keerde, niet als cruiseschip worden gebruikt. Bij een aantal relatief nieuwe, met name Italiaanse schepen, was ook een intensieve ombouw daarvoor te duur. En die zijn begin jaren 70 kort na de bouw alweer gesloopt. Veel van de passagiers van de oceaanlijners waren overigens arme emigranten. Een goedkoop kaartje voor de Titanic naar Amerika kostte destijds 2 maandsalarissen van een laaggeschoolde arbeider. Op dit moment is er dus, wat ik al vertelde, nog 1 oceaanlijner in gebruik. Die is ook heel recent gebouwd in 2004. Dat is de Queen Mary 2 van de huidige Cunard-lijn. Dit schip wordt de helft van de tijd inderdaad als oceaanlijner gebruikt op een vaste lijndienst naar Amerika, die er dus nog is. Er is voor de romp van de QM2 hierom 2 maal zoveel in gewicht, 2 maal zoveel staal gebruikt als voor een vergelijkbaar cruiseschip van dezelfde afmetingen. De Queen Mary 2 wordt overigens een deel van de tijd ook als cruiseschip gebruikt. Bijna niemand weet dat er ooit 3 schepen waren en dat de Titanic was die niet vergaan. Vermoedelijk onder invloed van teruglopende passagiersaantallen in de crisistijd ook al in 1935 gesloopt zou zijn. Dan heb ik nog een apart kadertje wat erbij staat. Lange tijd bleven er vragen bestaan over het waarom van de ramp met de Titanic. Waarom bijvoorbeeld werd de ijsberg in een redelijk lichte nacht zo laat ontdekt? En waarom bleef de Californian op 10 mijl afstand van de Titanic liggen? En zeiden de kapitein van het schip en de schepelingen dat het vervolgens hen niet was gelukt de Titanic te zien liggen? Er was op de dag dat ik de column schreef op National Geographic een bijzondere documentaire daarover. Die ging over een wetenschapper die met forensisch wetenschap aantoonde dat er op het moment dat de ramp plaatsvond zeer uitzonderlijke weersomstandigheden waren op de plek van de ramp. Een aantal bijzondere omstandigheden, ongebruikelijk warm en koud oceaanwater en koude warme luchtstromen vlak bij elkaar en een bijzonder sterk hoge drukgebied. Hierdoor was het mogelijk dat vanwege hetzelfde effect als bij een Fata Morgana in de woestijn de ijsberg voor de Titanic pas op het allerlaatste moment als een gevaarlijk object te zien was. Bovendien was dit mogelijk ook de reden waardoor de nabijgelegen California dacht niet de Titanic te zien en daarom niet te hulp schoot. Het verhaal dat heel plausibel klonk werd ondersteund door gedetailleerde weersinformatie die bij de uitgebreide speurtocht nog beschikbaar bleek te zijn en door rapporten uit de logboeken van de andere schepen die rond het tijdstip van de ramp dezelfde plek passeerden. Verder blijken andere aanwijzingen uit de getuigenissen van de meest overlevenden van de ramp, de sterren die er flakkerend uitzagen, de rook van het zinkende schip die tegen een warme luchtlaag boven het schip bleef hangen. Die ondersteunde ook het onderzoek en Canadese vissers die vaak dezelfde wateren tussen de ijsbergen bevaren, onderschrijven uit eigen ervaring het bestaan van deze verschijnselen en daarmee dus ook de discussies van deze man. Ja, nog even tot slot. Het is op zich wel grappig om te melden. Ik zit meestal wel redelijk goed in mijn vel, maar soms dan heb ik even een dipje en dan iedereen heeft dat ongetwijfeld, maar Dan zie ik het even niet zo zitten. Nou, niet zo. Het is wat sterk gezegd, maar dan ik zit gewoon niet heel veel, goed in mijn vel. En ik denk van, hoe krijg ik mijn deadlines af en dat soort dingen. En daar zit ik dan geweldig over te piekeren. En de grap is dat als ik een Daily Minutes inspreek, en ik ben daar best tevreden over. Het geldt ook voor andere uitzendingen die ik doe, maar even nu het concrete voorbeeld. Dan voel ik me, als ik dat gedaan heb, ongelooflijk veel beter. Dus dat is wel grappig dat het dat effect heeft. Het is dan ook wel leuk om op zo'n moment even de tijd ervoor te nemen, ondanks dat de deadline stress behoorlijk heftig is, om er eentje in te spreken. Dus nou, dat is uitermate goed gelukt. Ik heb weer last van mijn goed humeur. Dat is bijna altijd zo, moet ik zeggen. Maar ja, af en toe dan duikt dat even in elkaar. Gisteren wou het werken niet zo. Hoewel ik wel redelijk wat verzet heb. En vandaag gaat het een stuk beter, maar ik zit dan nog wel een beetje van, tot hoe laat moet ik vanavond doorgaan om het allemaal af te hebben, hè? En zal ik vlugge hap maken of zal ik wat uitgebreider gaan koken? Dat soort, En dan,
dan denk je, dat haalt de stemming toch wel wat naar beneden, moet ik zeggen. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.